Zonder gas kunnen we net zo comfortabel leven als nu. Ja. Ja? Ja, je weet het zelf, hè? Volmondig, ja. Maar het zou ook niet gek zijn als we een beetje soberder gingen leven. Helemaal mee eens. Ja? Ja, absoluut. Ik ben een idealist. Ja, maar ook een realist. Ja. Mensen zijn nog steeds verbaasd dat een vrouw baas is van een bouwkundefaculteit. Ja, dat klopt. Ja, ik was de eerste van de universiteit ooit, de eerste decaan ooit. En dat is nog steeds wel een beetje bijzonder, ja. Ja, ja. Want hoe lang ben je het nu? Bijna 8 jaar. Ja, ja. Ik vergader vrijwel alleen met mannen. Ja, wel in de hoofdmoot mannen, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ook vanuit mijn bouwkundige achtergrond was dat natuurlijk gebruikelijk. Mensen veroorzaken klimaatverandering. Ja, ik denk dat wij helaas een hele belangrijke factor zijn daarin, ja. En ze kunnen hem ook tegenhouden. Ja, ook we zijn ook in staat om daarover na te denken en ook op tijd maatregelen te treffen als we dat willen. Als er meer vrouwen in de politiek zaten, zag de wereld er beter uit. Ben ik het ook volmondig mee eens. Echt waar? Ja, dat ben ik volmondig mee eens. Ik denk toch dat vrouwen een hele andere kijk op de wereld hebben en veel meer voor het algemene belang gaan. En over de langere termijn denken dat mannen toch over het algemeen, en ik generaliseer natuurlijk een beetje, hè? Maakt me geen goed idee, vrouwen. Dat ze toch meer voor het korte termijn gewin gaan. Ben ik het mee eens. Ja, dat is gewoon verschil. Maar ik zeg niet dat het goed zou zijn als alleen maar vrouwen in de politiek zouden zijn. Ik denk juist dat de mix van beide zou toch kwaliteiten gewoon een goede afspiegeling moeten zijn van hoe de verhoudingen op de wereld zijn, toch? Exact. En dan iedereen heeft toch zijn kwaliteiten. Exact. En als je de beste kwaliteiten van beide soorten inzet, dan heb je de beste soort samenleving, volgens mij. Mooi gesproken. Elfie Nelissen, je komt er overal tegen. Achter de schermen vooral. Ze trekt ongemerkt aan heel wat touwtjes. Ze is succesvol ondernemer. Ze is hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Waar ze dus ook de eerste vrouwelijke decaan ooit werd. En ze is ook nog eens voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Brabant, dat het provinciebestuur adviseert. En ze speelt als hoogleraar duurzaam bouwen een belangrijke rol bij dat afkicken van onze verslaving van het aardgas. Net als in 7 miljoen andere Nederlandse huishoudens koken Fridi en Peter Kampen op gas. Overstappen op elektrisch zien ze nog niet zitten. Ja, dan weet ik net hoe lang dat mijn aardappelen op moet staan, mijn boontjes. En dan moeten we allemaal uitproberen. Het is ook nog maar kort geleden dat aardgas de heilige graal leek. Maar het gas raakt op. En dus moeten alle huishoudens overstappen. In Helmond lopen ze voorop. Vanaf volgend jaar wordt bij alle nieuwbouwprojecten geen aardgas meer aangelegd. Ja, het moet, hè. De overheid heeft nu gezegd 2050 moeten we allemaal van het aardgas af. Ja, maar de overheid zegt zoveel. Vandaag zeggen ze en morgen is het toch weer. Er zal de komende jaren dus heel wat gerenoveerd en verbouwd moeten worden. Want of we nou willen of niet, de gaskraan gaat dicht. Is het lastig, boontjes koken op elektrisch fornuis? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dat doe ik zelf natuurlijk. Ik heb al 13 jaar een aardgasloos huis. En dat gaat uitstekend, hoor. En mijn boontjes zijn net zo. Trouwens, dat doe ik op stoom. Dat is ook elektrisch. Oh ja. Maar het gaat veel sneller op inductie. En als je daar even aan wendt, dan is dat alleen maar fijner. We zagen net die beelden, de jaren 60 en 70. Het aardgas kwam ons land binnen en overal werden die pijpen in de grond gestopt om dat naar onze huizen te brengen. We dachten toen, we hebben het voor elkaar. Alleen nu is alles weer heel anders ineens. Nou, toen was natuurlijk het grote voordeel dat we van kolen naar aardgas overgingen, wat veel schoner was. Er was een enorme vooruitgang. Alleen, we realiseerden ons op dat moment nog niet helemaal dat ook dat eindig was. Want fossiele brandstoffen zijn eindig. Want ze doen er miljoenen jaren over om gevormd te worden. Dus je kunt dat niet in een aantal tientallen jaren maar even opmaken. Maar er is dan nog gas genoeg? Er is op dit moment nog wel genoeg gas voor een aantal tientallen jaren. Misschien honderden jaren. Maar we moeten ons wel realiseren dat we het gas ook nodig hebben om, zeker olie, om bepaalde grondstoffen te vormen voor producten die we nodig hebben. Dus we moeten het niet zomaar opmaken. Dat is wel iets waarvan ik helemaal overtuigd ben. Ja. Dat is één reden, we moeten het niet opmaken. En aan de andere kant, we moeten minder CO2 in de dampkring dat is, uitstoten. Ja, dat is ook een afspiegeling van de verontreiniging die we maken. En energiebesparing en aardgasloos valt natuurlijk eigenlijk
onder de vorm van, we willen circulairder worden. We willen een economie en een structuur in ons land hebben die alsmaar door kan gaan, die we niet uitputten en waarbij we niet onze omgeving verontreinigen en waarbij we geen ecosystemen doorbreken, waardoor ze onherstelbaar beschadigd worden. En als we dat nou met z'n allen afspreken... Circulair, je bedoelt steeds weer opnieuw gebruiken? Ja, we hebben nu een lineaire economie. We maken iets, we gebruiken het en we gooien het weg. Maar als we nou zorgen dat we dat steeds opnieuw weer kunnen blijven gebruiken... Maar dat is vooral in jouw sector volgens mij. Dat bouwen, dat zorgt voor zoveel... Ja, bijna voor de helft van de afval zorgt dat. Dus dat is wel degelijk een grote factor. Dus als we die helemaal circulair zouden kunnen maken... door bij het ontwerpen bijvoorbeeld al na te denken over... hoe kunnen we dat weer demonteren? En hoe kunnen we iets bijvoorbeeld meer gebruiken... maken van biobased materials, hè, die we die groeien en die in de tijd dat we het huisgebruik weer opnieuw zijn aangegroeid, dan kan het alsmaar doorgaan. Maar waar zit de weerstand bij de bouw? Want jullie kunnen op de TU natuurlijk leuk dingen verzinnen, maar in de praktijk moeten ze het wel toepassen. En dat vinden ze misschien net zo handig om een container puin gewoon weg te brengen, toch? Dat is veel handiger op dit moment en ook veel goedkoper op dit moment. Dus dan moet je ervoor zorgen dat er een andere driver komt om ervoor te zorgen dat mensen daartoe geneigd zijn. En zoals die mevrouw die niet van het aardgas af wil met koken, het is ook een kwestie van gewenning en communicatie naar de mensen toe. Hè? Dat ze snappen dat het net zo goed wonen en leven is zonder aardgas. En dat dat voor de aarde veel beter gaat zijn op termijn. Maar we moeten wel even ergens doorheen. En dat noemen ze een transitie. Hè? We moeten die overgang maken. Je hebt zelf in je huis heb je dat al gedaan. Maar er zijn miljoenen huizen in Nederland waar het nog niet is gebeurd. Het is hartstikke duur. Dat klopt, dat is ook een groot probleem. Kijk, bij nieuwbouw is het heel goed te realiseren. Dus ik vind het ook uitstekend dat we met z'n allen hebben afgesproken... dat we geen huizen meer bouwen met een aardgasaansluiting. Maar er worden nog steeds huizen met aardgas gebouwd, toch? Ja, maar daarvan zijn de vergunningen al eerder verleend. Oh. Vanaf nu gebeurt het niet meer. Geen enkel huis meer met aardgas? Nee. Okay. Dus dat is in ieder geval een mooie stap. Hè. Dan weet je dus dat die huizen blijven misschien 50, 100 jaar staan. Dus dat faseert vanzelf uit. Maar als je de hele transitie wil versnellen, en dat is wat we willen... want in 2050 willen we aardgasloos zijn... dan zullen we echt die bestaande woningvoorraad moeten aanpakken. En dat zijn niet van 6 miljoen woningen die we moeten gaan aanpakken. Dus dat is een enorme opgave. Wat kost dat per huis? Nou, dat ligt natuurlijk heel erg eraan aan de staat van het huis. Want of je een huis hebt met een laagtemperatuursysteem of met een hoogtemperatuur, verwarmingssysteem met name. Dat is heel erg bepalend voor de kosten. Want als je een laagtemperatuursysteem hebt, dat is iets van de laatste 20 jaar eigenlijk. Dan is het relatief goedkoop om over te schakelen op een ander systeem. Maar als je dat niet hebt, moet je of je hele installatie gaan aanpassen... of alles enorm goed gaan isoleren. Ja. Nou, en dat is natuurlijk altijd goed, hè, isoleren, want dan gebruik je minder. Er was een collega-hoogleraar van jou van de TU... die deze week in de krant riep van... ja, we moeten ook niet te snel gaan... want al die elektriciteit wordt weer opgewekt in kolencentrales. Dan zet je eigenlijk een stap terug. Ja, klopt. Dan ga je van het aardgas naar kolen. Ja, maar dat moet je natuurlijk niet doen. Hè. De bedoeling is dat je... je energie dan duurzaam opwekt. En dat kan bij elektriciteit veel makkelijker... want dan kun je met PV-panelen werken of met windmolens. Maar dat gebeurt nog niet. Voldoende. Nee, maar dat moet je dus gelijktijdig gaan doen. Gelijktijdig? Want ik heb bijvoorbeeld op mijn woning 50 zonnepanelen liggen. Hmm. Ja, dus wek ik veel energie op. Maar ligt het probleem niet bij... we hebben een huis gekocht en dan ga je de keuken verbouwen... En dan ga je automatisch naar zo'n meubelboer en dan heb je automatisch een inductieplaat. Maar een huurhuis, ik kan me voorstellen dat die woningcorporaties... die gaan niet zo'n inductiekookplaat erin zetten. Die hebben het huis nog eenmaal staan en die vernieuwen het huis. Toen ik een huurhuis had, kwam ze het huis vernieuwen. En die verf je hier, maar er kwam geen nieuwe keuken in. Dat doen ze dan niet. Dus het huis staat er al. Daar zijn nu allemaal afspraken gaande, ook via de bouwagenda... om juist te starten met de huurwoningen. Want die zijn collectief, kun je grootschalig doen. Dan gaan die kosten ook enorm naar beneden. Hè, want dat is ook een factor. Hè, dat je moet proberen door opschaling de kosten te reduceren. Er wordt natuurlijk ook technische ontwikkelingen gaande... dat we steeds betere apparatuur goedkoper kunnen maken. Nou ja, die warmtepompen, daar had die collega hoogleraar... Hoe heet hij nou ook weer? David Smulders. Ja, die bedoel ik. Ja. Die zei ook, die warmtepompen, ze zijn lelijk. Ze hangen buiten aan de gevel en ze maken herrie. Nou, warmtepompen zetten we niet buiten aan de gevel. Dat zijn misschien de condensers van de... Ja, dat bedoel ik. Die dingen die van de koele installaties. Maar dat doe je niet. Dat zet je gewoon binnen.
Ja. In plaats van een cv-ketel kun je een warmtepomp neerzetten. Dus dat is niet het probleem. Alleen je moet wel zorgen dat je het geluid ook goed oplost. Hè? Dat is wel een ander factor. Je hebt laagfrequent veel geluid. Ja. Ja. Maar bij ons staat het gewoon in de installatieruimte, zo'n ding. Je gelooft er heilig in, hè? Dat gaat Ik geloof er heilig in dat dat onze weg is. En dat we die transitie zorgvuldig en ook heel erg economisch verantwoord moeten doen. Want je kunt niet alleen bijvoorbeeld de ontwikkelkosten nu afwentelen op mensen die een huurwoning hebben. Dat zou ik heel oneerlijk vinden. Dus we moeten daar als gezonde economie, die we in Nederland zijn, moeten we daarop stimuleren. De politiek draalt een beetje. Hè? Ja. Die vinden het eng, hè? Ja, die zijn bang voor gele hesjes, volgens mij. Als de burgers niet meegaan, hè? Als ze niet meegaan, dan gaat het niet lukken. Je zult echt moeten motiveren, stimuleren. Je zult moeten gewoon ook informatie geven over hoe dat dan gaat en hoe dat dan werkt. Daarom heb ik ook heel veel rondleidingen in mijn huis gegeven om te laten zien hoe mooi het kan zijn en hoe comfortabel, hoe fantastisch het is als je zo'n installatie hebt. Maar je hebt ook geen keus, lijkt mij. Het is iets wat moet. Ja, het moet toch wel. En wij bijvoorbeeld, als de overheid heeft nu besloten om alle uitvragen voor aanbestedingen, om die allemaal 100% circulair te gaan doen. Dat betekent dat zo'n transitie sneller gaat, want de mensen die een project willen doen, die zullen wel moeten. Ja. Die moeten gewoon daarover na gaan denken. En je ziet ook dat al die bouwbedrijven, maar ook woningcorporaties, iedereen is ermee bezig. En dat is een heel groot verschil ten opzichte van 5 jaar geleden. Ja, hakken in het zand heeft geen zin. We moeten vooruit. We moeten absoluut vooruit, ja. Dankjewel, Elfie. Dankjewel. Ja.